Zoals je ziet hangt hier de ventilator. Hij staat nu aan, dus het zorgt wel voor een windje, zoals je kan voelen. Maar het zet eigenlijk niet echt zoden aan de dijk. En ook dit veiligheidsslot, waarmee de deur veilig opengezet kan worden om de boel door te luchten, werkt niet goed. Het zorgt niet voor verkoeling in die zin. Dus het is fijn dat er iets wordt gedaan, maar een echte oplossing voor het probleem is het niet. Huurdersvereniging Bres verwacht dan ook meer van studentenhuisvest dat Duo. Want huurders zijn op zoek naar toekomstbestendige oplossingen. Duo heeft tegen ons gezegd dat zij vanaf september met vervolgstappen zullen komen. Ze gaan ook advies inwinnen bij een externe partij, een bouwkundig adviesbureau. En we hopen echt dat het leidt tot meer tevredenheid. Dat het echt eindelijk een keertje wordt opgelost. Want dit kan gewoon niet zo verder. En dat vindt ook de VVD in Leiden. De gemeente Leiden zou Duo moeten aansporen om tot structurele oplossingen te komen voor het hitteprobleem. Nou, wij vinden dat als er sprake is in Leiden van woningen die gewoon niet goed leefbaar zijn. En dat is het geval, hè, als je in 40 graden moet leven, dus niet leefbaar, dan moet de gemeente ingrijpen. Want wij hebben gewoon bepaalde eisen over waar woningen aan moeten voldoen. En het kan niet zo zijn dat wij 40 graden fatsoenlijk vinden. De studenten zelf denken dat een airco de enige echt structurele oplossing is voor het probleem.